Bij tijdvak 3 zagen we al dat het christendom behoorlijk groeide in Europa. Dit kenmerkend aspect gaat daarop verder, de macht van de paus staat centraal. Meer precies gaat het om het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat moest hebben. Nou, klinkt ingewikkeld misschien, komen we dadelijk wel op terug. Aan de ene kant gaan we dus hebben over de wereldlijke heersers, de politiek. Aan de andere kant gaat het natuurlijk ook over de christelijke wereld, de geestelijkheid, en dan hebben we dus vooral over een cultureel iets. Centrale figuur bij ons zal nu even de paus zijn. Die macht van die paus, nou dat was dus de leider van die katholieke kerk. En nogmaals, alle mensen die we hier zien, dat zijn dus geestelijke. De geestelijkheid zijn dus mensen met een officiële functie in de kerk. Zij hebben de macht over de gelovigen. En die paus stond dus helemaal bovenaan die geestelijkheid. En hij had dus de geestelijke macht in handen, de macht over het geloof. Daartegenover stond die wereldlijke macht, waar we het ook al eerder over gehad hebben. De macht van de koningen en de keizers en dergelijke over het gewone volk. Zij hadden het bestuur en de rechtspraak in handen. Nou, wat we in tijdvak 4 zien is dat die macht van die christelijke kerk en dus ook van de paus blijft groeien. Het christendom wordt steeds sterker in Europa. Ik haal even hetzelfde kaartje terug als wat we al eerder zagen. Hierop zie je die uitbreiding van het christendom en wat je hier vooral niet op ziet is dat het christendom nu echt een volksgeloof wordt. Voor het jaar 1000 waren al grote gebieden bekeerd tot het christendom, maar vanaf het jaar 1000 zie je ook echt dat het gewone volk ook echt oprecht in dat christendom gaat geloven. Veel meer als dat ervoor het geval was. En daarnaast zie je ook dat het aantal kloosterorders blijft groeien in Europa. Nou ja, en de paus die staat dus helemaal bovenaan al die mensen. Zijn macht neemt in West-Europa dus enorm toe. Aan de andere kant komt er ook steeds meer kritiek op de paus. Met name in eerste instantie vanuit Constantinopel, de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk, of ook wel Byzantium genoemd. De patriarch is daar de hoogste leider van de kerk en ja, hij betwist eigenlijk een beetje of hij nog wel langer naar die paus moet luisteren. Het Byzantijnse of het Oost-Romeinse Rijk is veel verder ontwikkeld dan West-Europa en die patriarch van Constantinopel die weigert dan ook nog langer het gezag van de paus te erkennen. Ze steggelen ook nog een beetje over de vraag zeg maar, hoe de mis precies ingericht moest worden en allemaal van dat soort zaken. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat het Oosters schisma plaatsvindt. En een schisma dat is een scheiding. De oostelijke kerk, oftewel de Grieks-Orthodoxe kerk, die scheidt zich af van de katholieke kerk van Rome. En de christelijke wereld in Europa is voortaan verdeeld in twee gebieden. Links, het oranje gedeelte, dat is de katholieke kerk, onder het gezag van de paus. En dan rechts, dat blauwe gedeelte, dat is dus de Grieks-Orthodoxe kerk en die staat dus onder leiding van die patriarch uit Constantinopel. Nou, niet zo leuk voor de paus natuurlijk, maar hij heeft in West-Europa nog meer dan genoeg aanzien, maar ook daar komt hij in de problemen, met name in het Duitse Rijk. En dat Duitse Rijk, dat zie je hier op het kaartje, dat is dat gele gebied. Dat is een enorm groot gebied, waarover de Duitse keizer de baas is. Dat zijn allemaal losse vorstendommen waar die keizer bovenaan staat. En dat bestuur ziet er dus als volgt uit. En dit hebben we al vaker gezien, dit is dat feodale stelsel. En je kunt je voorstellen dat voor zo'n Duitse keizer dat feodale stelsel echt goed moet werken, want zijn gebied is zo groot, hij heeft zoveel leenmannen, die moet hij echt goed onder controle houden. En daarom kijkt hij ook iedere keer goed naar wie hij wil benoemen als leenman als er weer een leenman sterft. En het liefst benoemt de Duitse keizer dan een bisschop als leenman. Want een bisschop die mag niet trouwen, dus die kan ook geen kinderen krijgen. En dat betekent dat als die bisschop sterft, er niet automatisch een kind is dat de macht overneemt. En dan kan die keizer dus weer automatisch een nieuwe leenman benoemen. Dus die Duitse keizer die kiest zelf de bisschoppen en die benoemt ze als leenman. Maar dat vindt de paus weer een beetje raar. En dat loopt uit op een ruzie tussen de pausen en de keizers. En die duurt tientallen jaren en die gaat dus over de benoeming van de bisschoppen. Wie mag die bisschop nou precies benoemen? Wie mag hem aanstellen? Wie mag hem zijn staf en zijn ring aangeven, oftewel zijn investituur? Want dat krijgt een bisschop als hij benoemd wordt. En die ruzie tussen die paus en die keizers noemen we dan ook wel de investituurstrijd. Nou, zo aan het einde van de 11e eeuw en begin van de 12e eeuw komt die strijd echt tot een hoogtepunt tussen de verschillende pausen en de Duitse keizers. Een heleboel gedoe gaat er overheen, maar uiteindelijk valt er in 1122 een besluit in de Duitse stad Worms. En dat besluit wordt ook wel het Concordaat van Worms genoemd. Wat wordt daar besloten? Nou, die paus die mag nog steeds de bisschoppen benoemen. Hij heeft immers de geestelijke macht en hij vindt dus ook dat hij de geestelijke leiders aan mag stellen, die bisschoppen. Maar als dan zo'n bisschop eenmaal aangesteld is, dan mag de keizer hem best die wereldlijke macht geven en hem als leenman aanstellen. In feite zou je dus zeggen is dit een overwinning voor de pausen, want de pausen kunnen uiteindelijk beslissen wie er bisschop wordt en de vorsten dus niet. Is de strijd hiermee helemaal gestreden? Nee.
Ook in de eeuwen daarna zien we nog steeds dat er ruzies blijven bestaan tussen de pausen aan de ene kant en de vorsten aan de andere kant. Ze blijven zich met elkaar bemoeien en er is dus nog steeds geen scheiding tussen kerk en staat. Een sterke scheiding dus tussen de geestelijke en de wereldlijke macht. Want die pausen en vorsten blijven zich dus met elkaar bemoeien. Dat loopt soms uit op strijd en dan kan de paus een vorst weer in de ban doen. Dat betekent dat hij hem uit de kerk kan zetten. Nou, als goedgelovig christen is er niks ergers dat je kan overkomen. Dus dat wil die vorsten natuurlijk niet hebben. Aan de andere kant zag je ook wel eens dat zo'n vorst dan bijvoorbeeld een tegenpaus aanstelde. En die ging dan de concurrentie aan met de echte paus. Of hij zou bijvoorbeeld soldaten op hem af kunnen sturen of zoiets. Dus er blijft de hele tijd geruzied worden tussen die geestelijke en die wereldlijke macht. En die conflicten zijn de ene keer weer heviger dan de andere keer, maar ze blijven de rest van tijdvak 4 eigenlijk doorgaan.